gaan we over naar de tweede vak, inshallah ta'ala. Dat was de laatste kwestie die we hebben behandeld, familierecht. Wat hadden we precies behandeld? De laatste, de zuilen. Die bestaan uit twee onderdelen. Wat zijn deze twee zuilen? Wie weet het nog? Instemming en acceptatie. Wat houdt dat in? Weten? Nee, inderdaad. En niet dat de wali, huwelijksvoogd, meestal is dat de vader, die zijn dochter dus uithuwelijkt. En de tweede zuil is het ja-woord van de bruidegom. Dus wat hij zegt bijvoorbeeld in het Arabisch, qabiltu. Qabiltu hada zawaj. God dat hij het ja-woord heeft op de uitspraak van de wali, huwelijksvoogd, wat meestal de vader is, of hoort te zijn, tenzij die is overreden, dan wordt overgedragen aan de zonen. Dus die geeft zijn dochter weg. Dan gebruikt hij natuurlijk de term waar we het over hadden, zawaj of nikah. Deze twee woorden moeten in oorsprong gebruikt worden. Zawaj tuka, binti, zoals jullie weten tot voorwaarde, is dat ze ook nog benoemd moet worden bij naam. Of ze wordt zo danig omschreven dat ze te onderscheiden is van andere dochters. Zawaj tuka binti, dan zegt hij bijna Fatima. Of zawaj tuka binti, als ze duidelijk te onderscheiden is van andere, zawaj tuka binti at-tawila, de lange dochter. Hij heeft allemaal korte dochters, maar eentje is heel lang, bekend. Dan mag dat ook. Eén situatie hoeft hij haar niet te beschrijven en ook niet bij naam te noemen. Welke situatie is dat? Nou, als hij maar één dochter heeft, zawaj tuka binti, het is bekend dat hij maar één dochter heeft. In dat geval hoeft hij geen naam en hoeft haar ook niet te beschrijven. Dus datgene wat we vorige week hebben behandeld, dat was de voorwaarden van het huwelijk en de zuilen van het huwelijk. Hebben jullie liever dat ik dingen schrijf op boord, teken, of hebben jullie zo ook goed hoe ik het doe? Nou, de rest hoeft niet, oké. Okay. We gaan het hebben over, we zijn nu bij de zevende kwestie als het goed is. We gaan het hebben over de verboden vrouwen. De verboden vrouwen. Wat wordt bedoeld met verboden vrouwen? Oftewel vrouwen waarmee het verboden is om mee te trouwen. Vrouwen waarmee het verboden is om mee, waarmee het verboden is om te trouwen. Deze verboden vrouwen kunnen we in twee grote categorieën verdelen. Deze vrouwen kunnen we in twee categorieën verdelen. Vrouwen die voor altijd verboden zijn. Vrouwen die voor altijd voor jou verboden zijn om mee te trouwen. In welke omstandigheden dan ook. En de andere categorie, dat zijn vrouwen waarmee het tijdelijk verboden is om mee te trouwen. Tot zover is het duidelijk. Is het duidelijk tot zover? Anders betreft de vrouwen die voor altijd verboden zijn voor jou om mee te trouwen, kunnen we weer ook verdelen in een aantal categorieën. De eerste categorie, dat zijn vrouwen die voor jou verboden zijn. De eerste categorie zijn vrouwen die verboden zijn voor jou door bloedverwantschap. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, hurrimat alaykum ummahatukum. Jullie verboden zijn jullie moeders. Hurrimat alaykum ummahatukum. De moeders hierin vallen. En ook de oma, de overgrootmoeder, die valt hier ook onder. Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum. Zo zijn ook jullie dochters voor jullie verboden. Wa akhawatukum. En jullie zussen. En er wordt natuurlijk geen onderscheid gemaakt tussen een volbloed zus, shaqiqa, of een zus, van vaderskant is, of een ochtli oom van de moederskant is. Ja, niet, dat doet er niet toe. Al je zussen zijn voor jou verboden om mee te trouwen. Wa ammatukum wa khalatukum. En jullie tantes. Dus jullie weten, in het Arabisch wordt er een onderscheid gemaakt in naam. Als het gaat om je tante van je vaderskant en tante van de moederskant. Een tante van vaderskant noemen ze amma. En van de moederskant al-khala. In Nederland hebben ze één woord daarvoor, tante. Ja, dan moet je erbij zeggen, tante van vaderskant en zo ook tante van moederskant. Wa banatul akhi wa banatul ukht. De dochter van je broer en zo ook de dochter van je zus. Die zijn verboden voor jou om mee te huwen. Hoeveel hebben wij nu opgenoemd? Dus deze opnoemen. Ja, dat valt eronder. Ook natuurlijk oma of grootmoeder of naar vader of moederskant is. En alle moeders, jouw moeder en hun moeders, zijn voor jou verboden. En je dochters zijn ook voor jou verboden. Dus ook hun dochters. En ook de dochters van jouw zonen zijn ook voor jou verboden. En dat is dan al-furu'.
Dus alle dochters en alle dochters van jouw kinderen, kleindochters, zijn voor jou verboden. Nee. Nee, nee. Het zou wel kunnen als de stiefzus die niet van jou... Stel je voor, je vader trouwt een andere vrouw. Ja? Die vrouw heeft al een dochter, oké? Okay? Met die dochter, in principe, zou je wel kunnen trouwen. Of het verstandig is, is een ander verhaal, maar het zou kunnen. Welke was je derde, toch? Tantes, of nou van vader kant is, of jouw moederkant, ze zijn voor jou verboden. En zo ook tantes van jouw opa, ja, die zijn ook voor jou verboden. En verder, dochters van je broer of zus, ze ook hun dochters weer, hè, zijn ook voor jou verboden. Dat was de laatste, hè? Mashallah, je doet goed mee. Barakallah. Dat is zover duidelijk. Nee, nog niet. Nog niet, helemaal niet. Want wat hadden we gezegd? Yani, we hadden dus twee grote categorieën. De eerste categorie was vrouwen die voor altijd verboden zijn. En onder deze categorie, verboden voor altijd, zijn er weer andere categorieën. De eerste hadden we gezegd. Yani, wat hadden we gezegd? Ja, bloedverwant. Zijn verboden door bloedverwantschap. Yani bin nasab. Wel, iets tussen haakjes betreft, bloedverwantschap, is niet helemaal hetzelfde als nasab in het Arabisch. Daarom is het allemaal zo opgenoemd. In Nederlands is het een beetje anders. Maar het is zo vertaald dat er geen ander woord is. Dit is dus de eerste. De tweede categorie onder de verboden vrouwen, dat is rada'. Ze zijn verboden door rada'. Rada, dat is door borstvoeding. We hadden dus gezegd, de tweede categorie onder deze verboden vrouwen is door borstvoeding. Twee daarvan zijn benoemd in het Koran. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, harimat alaykum ummahatukum. Voor jullie zijn verboden jullie moeders. Op een gegeven moment zegt Allah subhanahu wa ta'ala, wa ummahatukum allati arda'anakum. En jullie moeders die jullie borstvoeding hebben gegeven. Oftewel zoogmoeders. Dus zoogmoeder, vrouw die jou borstvoeding heeft gegeven, is voor jou verboden om mee te trouwen. En om een beter beeld te geven, soms is het een beetje, wordt er verbaasd gekeken van, ja, hoe kan je dan met zo'n oudere vrouw trouwen? Bijvoorbeeld een verre tante die van jouw opa de kant. En toch, vaak denkt men van, ja, daar zou je toch nooit mee kunnen trouwen. En in onze tijd, de meeste landen, zou je zeggen van, inderdaad, dat zou niet kunnen. Maar voorheen waren in Europa, in heel de wereld, de huwelijken, en die begonnen al op jonge leeftijd. En die meisjes trouwden al heel jong. Een jongen trouwde ook heel jong. En vroeger kenden ze geen verkering of wat dan ook. En die was gelijk trouwen. Als ze op elkaar vielen. Imam Shafi'i, rahimahullah, zei van, Ra'aytu jadda umruha 21 sana. Ik heb een oma gezien, haar leeftijd is 21 jaar oud. En dan kun je zien, yani, dat het mogelijk is, dat een jongeman, yani, op zijn, vertante, yani, valt. En ze is niet veel ouder dan hem. In 10, 15 jaar, 20 jaar max. Voorheen was dat geval, vond dat plaats. Gewaatukum in ar-rada'a. En jullie zoogzussen. En een zoogzus, dat is het meisje die van jouw moeder borstvoeding heeft gekregen. Of jij hebt borstvoeding gekregen van haar moeder. Of jullie hebben allebei van dezelfde vrouw borstvoeding gekregen. Of je hebt borstvoeding gekregen van haar stiefmoeder. Of zij... meisje heeft borstvoeding gekregen van jouw stiefmoeder. Want dit is dus zoogzuster. Al-ochtu min al-rada'a. Ja? Moeilijk te volgen zo. In elk geval, laten we het na de les doen. Inshallah. Onder de verboden vrouwen voor borstvoeding ook zoogdochter. Dat is een meisje die van jouw vrouw borstvoeding heeft gekregen. Dus het meisje die borstvoeding heeft gekregen van jouw vrouw, die is ook voor jou verboden om mee te trouwen voor altijd. Wat ik daarmee bedoel, bijvoorbeeld je wordt volwassen. Je bent al volwassen, tabarakallah. Je gaat trouwen, binnenkort trouwen. Je krijgt ook kinderen, tabarakallah. En de buurvrouw,
die heeft een dochter. En die buurvrouw heeft een dochter, een kleine baby. Die zegt, oh, die komt naar jouw moeder van... die komt naar jouw vrouw van... kun je alsjeblieft voor mijn dochtertje passen, ik moet nu echt weg. En jouw vrouw zegt van, geen probleem. En ik zal op haar passen en als je wil ga ik haar ook voeden. En inderdaad, ze gaat krijsen na een uur. De moeder is niet te snel teruggekomen. En jouw vrouw geeft haar borstvoeding. En dit gebeurt een aantal keren. We gaan het nog erover hebben. Het moet meerdere malen keren gebeuren. Ja, dat betekent dat deze meisje, later wanneer ze groot wordt, ook al zou je met haar willen trouwen, dat is een mooi meisje geworden, moet de hajjiba, ze is ook een gelovige, dan mag je niet, helaas niet met haar trouwen. Dat was duidelijk. Waar waren we? Ook had als laatst genoemd. Een zoogdochter. En ook de dochter van jouw zoogzuster. Dus jouw zoogzuster, dat is dus de meisje. Jouw zoogzuster, dat is, ik had het uitgelegd, dat is dus het meisje. Wanneer jij van haar moeder borstvoeding hebt gekregen, of andersom, zij van jouw moeder. Of jullie hebben van buiten de moeders om, van de hele derde vrouw, borstvoeding gekregen. Of zij heeft borstvoeding gekregen van jouw stiefmoeder. En of jij hebt borstvoeding gekregen van haar stiefmoeder. Dit meisje, jouw zoogzus, haar dochter is tevens voor jou verboden om mee te huwen. En zo ook de dochter van je zoogbroer. Ja, zoogbroer, dat is een jongen die ook borstvoeding heeft gekregen van dezelfde vrouw als jij borstvoeding van hebt gekregen. Zijn dochter is tevens voor jou verboden. Hoeveel heb ik opgenoemd? 3. Kun je even goed kijken, komt het overeen met de aantallen die zijn benoemd bij bloedverwanten? Want soms is het, wordt het soms dingen dubbel genoemd, maar het is dan niet 1, 2. Maar in ieder geval kun je even vergelijken of het hetzelfde aantal is of niet. Okay. Behalve tantes, inderdaad. Die heb ik nog niet benoemd. Dus er is nog eentje die ontbreekt. Dat zijn zoogzusters. Dat zijn zoogzusters van jouw vader of moeder. De zoogzusters van jouw vader of moeder zijn tevens voor jou verboden. Dus als jouw moeder en het meisje van dezelfde vrouw borstvoeding hebben gekregen, betekent dat dat meisje verboden is voor jou om mee te trouwen. En hier kan natuurlijk wel een leeftijd in verschillen. Omdat jouw moeder bijvoorbeeld borstvoeding heeft gekregen van die vrouw toen ze bijvoorbeeld 18 was. En dat andere meisje, de zoogzus, die heeft borstvoeding gekregen van dezelfde vrouw toen ze 40 was. Dus deze zus, zoogzus van jouw moeder, die kan ook jong zijn. De aantallen die jullie hebben gezien bij borstvoeding zijn dezelfde aantallen als bij bloedverwanten. En ik had gezegd, ik dacht dat ik het heb gezegd, dat 2 van deze vrouwen die verboden zijn door borstvoeding, die staan vermeld in de Koran. Ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a. Zijn er 2 en de rest is te herleiden bij de overlevering. In ar-rida'a tuharrimu ma tuharrimu al-wilada. In ar-rida'a tuharrimu ma tuharrimu al-wilada. Oftewel, voorwaarde de borstvoeding verbiedt wat de geboorte verbiedt. Voorwaarde de borstvoeding verbiedt wat de geboorte verbiedt. In ar-rida'a tuharrimu ma tuharrimu al-wilada. Oftewel, bij geboorte en ontstaan er relaties. Een kind-moederrelatie, een kind-zusrelatie, een kind-tante-relatie. Er ontstaan relaties. Dat zijn bloedverwanten. Dergelijke relaties ontstaan tevens bij borstvoeding. Waarin het verboden is om te trouwen. Zoals het verboden is te trouwen door bloedverwantschap. De banden zijn meestal hecht. Zodanig dat je hem ook werkelijk moet zien als jouw echte broer of jouw echte zus. Dat houdt in, we gaan daar nog later verder, we gaan verder op in. Dat betekent dat jij dus in principe mahram bent voor deze meisje. Dus je mag nooit meer met haar trouwen. Dus er staan wel rechten, verplichtingen, of beter gezegd rechten. Nee. Nog 1 keer. Ja, jouw moeder heeft borstvoeding gekregen van een derde vrouw, oké. Okay. Ja. Nee. Dat jouw broer trouwt met de dochter van die zoogmoeder. Ja, zeg ik. Nee. Moet je altijd die verband leggen. En wat is die moeder van jouw broer? En wat voor relatie is dat? Voor jouw moeder is het zoog. Zij is de zoogmoeder. Van jouw moeder. Of, nee, toch moeder.
Nee, die vrouw die borstvoeding heeft gekregen, dat is zoogmoeder. En haar dochters, dat zijn zoogdochter. We hebben gezegd dat die verboden zijn. Toch? Dus in principe alles wat ook wat yani haar al-furu' heeft dezelfde regelgeving. Dus zij is in principe deze dochter is de geval. Kan je zien als dochter van je. Deze moet ik eerst beter goed nagaan. Dit gaat niet direct om jouw moeder, maar van haar nageslacht, nakomelingen. Dat moet ik even verifiëren voor de zekerheid. De vrouwen die voor altijd verboden zijn, hebben ook een categorie verdeeld. Was de eerste en de tweede categorie. Was de eerste en de tweede categorie, wie kan ze opnoemen? Ja, die voor altijd verboden zijn. Zijn er ook weer categorieën, toch? Ja. En? Ja. Nederlands? Ja, borstvoeding. De derde, dat is bil musahara. Oftewel, vertaald aan verwanten. Aan verwanten. De eerste, dat is de vrouw, je vader. Bijvoorbeeld, je vader komt te overlijden. Dan is het voor jou verboden om de vrouw te huwen van jouw vader. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. In de pre-islamische tijdperk, en wanneer de vader komt te overlijden, dan waren de familieleden en niet de rechthebbenden over deze vrouw. En zij werd in principe gewoon geërfd. En dan kan ieder persoon komen van de familie. Nou, de broer is van deze overleden, of de zoon. En als hij bijvoorbeeld zo'n doek gooit over haar heen, dat betekent van klaar, zij is nu in bezit van die persoon. Of nou de broer is, of de zoon is. En dit is natuurlijk uiterst verboden. De vers, de vertaling ervan, en hield niet van de vrouwen die jullie vaders huwden. En zij dat al gebeurd is voor deze openbaring, dan moet je natuurlijk afstand nemen van deze vrouw. Voorwaar, het was een zedeloosheid, een toornafroepend gedrag en een slechte weg. En zo ook de vrouw van je zonen. De vrouw van je zonen is ook voor jou verboden om mee te huwen, voor altijd. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. De voormalige echtgenoots van jullie zonen, die uit jullie voortkomen. Wat ook verboden is, dat is je schoonmoeder. Dat is voor altijd voor jou verboden. Ummahatunisaikum. Dus wanneer je een overeenkomst afsluit met je vrouw, en als er een overeenkomst heeft plaatsgevonden, slechts een overeenkomst, haalt direct in dat haar moeder voor jou verboden is. Voor altijd om mee te huwen. En het kan zijn dat de moeder mooier is dan een dochter. Ook verboden is de vrouw, is de dochter van je vrouw. De dochter van je vrouw is voor jou verboden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ النِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ. Dus jullie stiefdochters die onder jullie hoede staan van jullie vrouwen, waarmee jullie geslachtsgemeenschap hadden. In het vers is benoemd wanneer de dochters onder jullie hoede staan, oftewel samen met jullie leven in een huis. Het is benoemd in het vers, maar het geldt niet als voorwaarde dat zij per se ook samen met jou in één huis woont, samen met jouw vrouw. Dus geen voorwaarde voor het verbod. Maar wat wel een voorwaarde is, is dat jij een voorwaarde om niet te mogen trouwen met deze dochter, is dat er wel gemeenschap heeft plaatsgevonden. Dit is belangrijk voor een vrouw die dochters heeft, om haar dochters niet kenbaar te maken aan haar toekomstige man. Pas als er dus een gemeenschap heeft plaatsgevonden. Want als ze dat niet doet en hij ziet de dochters, denkt hij van die dochter ziet er veel beter uit, dan kan dat leiden tot echtscheiding van ik zie er toch van af. En hij weet van, die dochter kan ik vast wel krijgen. En hij scheidt van die vrouw en hij trouwt met de dochter. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt, فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Dus als er geen gemeenschap heeft plaatsgevonden, letterlijk vertaald, wanneer jullie nog geen gemeenschap met hen hadden, dan rust er geen zonde op jullie om met hen te huwen. Hoeveel categorieën heb ik opgenoemd onder de verboden vrouwen voor altijd? Hier? Sorry? Nee. Hoeveel categorieën onder de vrouwen die altijd verboden zijn voor jou? Dat zijn drie. We kunnen nog eentje erbij noemen. Dat is bil-li'aan.
gaan we later daar wat verder over hebben. En deze vrouw is tevens altijd voor jou verboden om mee te trouwen. Het gaat om een vrouw waarvan de echtgenote haar beschuldigt van ontucht. Als hij haar daarmee beschuldigt, je hebt zina begaan, als dat is gebeurd, als hij haar daarmee klaagt, dan komt de overeenkomst, de huwelijksovereenkomst te vervallen, te ontbinden en is zij voor altijd voor hem verboden. Je hebt het terug naar de vraag. Bij de vierde was Billi'aan. Wanneer een man een echtgenote beschuldigt van zina, dan komt de huwelijksovereenkomst ontbinden en is zij voor altijd, in welke omstandigheden dan ook, mag zij niet meer met hem houden. We gaan hier later verder op in, als wij hoofdstuk Li'aan gaan behandelen, inshallah ta'ala. Al deze twee hoofdcategorieën. De eerste, zoals we hebben gezegd, zijn vrouwen die voor altijd verboden zijn voor jou. Onder welke omstandigheden dan ook, ze zijn verboden om mee te trouwen. En de tweede categorie, dat zijn vrouwen die tijdelijk verboden zijn om mee te huwen. Deze categorie kunnen we weer in twee categorieën delen. En dat is de eerste categorie, dat zijn vrouwen waarmee het verboden is om een huwelijk te combineren. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, een van die vrouwen die waarmee het verboden is om te trouwen, dat zijn zussen van elkaar. Het is verboden om de zus te trouwen van je vrouw. Tenzij de huwelijksovereenkomst is ontbonden door welke reden dan ook. Bijvoorbeeld als ze komen te overlijden of je bent van haar gescheiden, dan is het toegestaan om met de zus van je vrouw te trouwen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat hij begon met hurrimat alaykum ummahatukum tot einde wa an tajma'u bayna al-ukhtayn, en dat jullie het huwelijk van twee zusters gezamenlijk. En waar het ook verboden is om het huwelijk mee te combineren, is een vrouw, je echtgenote en haar tante. Of als je trouwt met de dochter van vrouw van je broer of zus. Dus het is verboden om te trouwen met de dochter van haar zus of broer. Overlevering staat: La yujma'u bayna al-mar'ati wa 'ammatiha wa la bayna al-mar'ati wa khalatiha. Zo zijn er ook veel andere, of zijn er andere overleveringen die dit bevestigen. Dit is de eerste categorie waarmee het verboden is om tijdelijk mee te trouwen. De eerste categorie is dus waarmee het verboden is om het huwelijk mee te combineren. De tweede categorie, het is vrouwen waarmee tijdelijk verboden is om mee te huwen door verschillende redenen. Het is verboden voor een man om een gescheiden vrouw te trouwen die nog in haar wachttijd zit. Wanneer een vrouw in haar wachttijd zit van een scheiding, dan is het voor jou verboden om haar te trouwen, totdat ze uit haar wachttijd is. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: wala ta'zimu 'uqdat an-nikahi hatta yablugha al-kitaba ajalah. Hatta yablugha al-kitabu ajalah. Besluit niet op de huwelijksvoltrekking totdat de voorgeschreven termijn is bereikt. En dat voorgeschreven termijn, dit heeft Allah subhanahu wa ta'ala bepaald. Daar gaan we nog later verder op in. En totdat deze termijn verstreek is, dan pas mag je met haar trouwen. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. Het tweede, het is verboden. Het is tijdelijk voor jou, voor een echtgenoot of een man. Het is tijdelijk verboden voor een man om zijn gescheiden vrouw, waarvan hij drie keer gescheiden is, om mee te trouwen. Het is verboden voor een man om met zijn vrouw, waarvan hij drie keer is gescheiden, met haar te trouwen, pas nadat ze is hertrouwd en er gemeenschap heeft plaatsgevonden. Ik herhaal, het is verboden voor een man om met zijn gescheiden vrouw, waarvan hij drie keer is gescheiden, te trouwen totdat ze is hertrouwd en er gemeenschap heeft plaatsgevonden en natuurlijk weer scheiding heeft plaatsgevonden van de nieuwe naar een nieuwe echtgenoot. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. En wanneer hij haar de scheiding heeft gegeven, het gaat om een onherroepelijke scheiding nadat hij dus drie keer van haar gescheiden is. Wanneer hij haar de scheiding heeft gegeven, dan is zij hem daarna niet als echtgenote toegestaan
totdat ze met een andere man getrouwd geweest is. Hier een vraag over. Dat is één keer. Maar als hij nog een keer naar scheidt, en dat is de tweede keer, als hij dat nog een keer doet, voor de derde keer, dat betekent dat ze niet meer bij hem terug mag. Behalve met de voorwaarden die we hebben benoemd. Ja. We gaan hier nog verder op in, inshallah. Het betreft de talaq al-ba'in. Gaan we hier nog verder op in, inshallah. In de hoofdstuk scheiding. De derde. Het is niet toegestaan om een vrouw te huwen terwijl ze nog in haar rituele staat bevindt tijdens een pelgrimtocht. Dus wanneer een vrouw bezig is met de umrah, dat is heel kort, of een bedevaart, een hajj, dan is zij tijdelijk voor jou verboden totdat ze uit haar rituele staat is. Dus totdat ze klaar is met haar pelgrimtocht. لا ينكح المحرم ولا ينكح. Het is verboden om te trouwen voor iemand die in staat is van al-ihram en om een huwelijksovereenkomst af te sluiten en een huwelijksaanzoek te doen. Wala yunkah. De vierde, het is niet toegestaan om een gelovige man, om een ongelovige man te laten trouwen met een moslimvrouw, totdat die zich gaat bekeren. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wala tunkihu al-mushrikeena hatta yu'minu. Een huwelijk de gelovige vrouwen niet uit aan de afgodienaren. En ook de vijfde is het niet vorige. Het is niet toegestaan om een ongelovige man aan een moslimvrouw te huwen. Alleen nadat, pas nadat hij is bekeerd. Nee. Bekeren. Wanneer er een relatie is tussen man en vrouw. Ze zijn met elkaar getrouwd. Ze zijn allebei ongelovig. En dan wordt een van de echtparen geleid. Dat is in dit geval de vrouw. Zij wordt moslima. Mag dit ja of nee? Mag ze nog bij hem blijven? Bedoel je toch? Nou, de man is moslim. En de vrouw niet. Hij wordt later moslima. Want dan is het geks toch? We gaan nu erover hebben. Maar het is niet toegestaan voor een moslim man om een ongelovige vrouw te trouwen. Het is niet toegestaan voor een moslim man om een ongelovige vrouw te trouwen. Tenzij ze joods of christen is. Als ze joods of christen is, dan is het toegestaan om met haar te trouwen. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Je hoeft niet de afgoden aanbidsters totdat zij geloven. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. En de eerbare vrouwen onder diegene die de schrift voor jullie gegeven is. Deze vrouwen zijn toegestaan voor de moslim mannen. Dit is dus kwestie 7, de verboden vrouwen. Wie van jullie is heel goed met Excel of Word of andere programma's? En die zou gezet kunnen worden op een A4'tje. Als er vrijwilligers zijn die goed kunnen werken met deze programma's, die dan mooi op een blaadje kan zetten. Als er vrijwilligers zijn, dan horen we het inshallah ta'ala. De laatste kwestie. De regelgeving betreft het trouwen met een christelijke of een joodse vrouw. Zoals jullie weten, Allah subhanahu wa ta'ala heeft het huwen met een christelijke of joodse vrouw toegestaan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, ta'amu alladhina utul kitab min qablikum, uhilla lakum at-tayyibat, ta'amu alladhina utul kitab, hillun lakum, ta'amukum hillun lahum. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. In het begin zegt Allah subhanahu wa ta'ala, op deze dag zijn alle goede zaken voor u toegestaan gemaakt. En het voedsel, oftewel geslachte dieren, van de lieden van de schrift, de joden en de christenen, is jullie toegestaan. En jullie voedsel is hen toegestaan. En toegestaan om mee te trouwen zijn de eerbare vrouwen onder de gelovigen. En de eerbare vrouwen onder diegene die de schrift voor jullie gegeven is. De christelijke of de joodse vrouwen. Indien jullie hen bruidschat geven. Dus het is toegestaan om een joodse of christelijke vrouw te trouwen met voorwaarden dat tot de eerbare vrouwen zijn. Dus vrouwen die ook die zich schamen en die hun kuisheid bewaken. En jullie mogen geen misbruik. De mannen, moslimmannen, mag geen misbruik maken van haar
verdient haar te behandelen als hij dat zou doen bij een moslim, een moslima. Dus daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا آتَيْتُمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ. En als jullie hen de bereidschatten geven. En vaak, of soms wordt hier misbruik van gemaakt. Want ze is toch Nederlands, weet niet dit en dat. Ik geef haar geen bereidschat. Want zij is natuurlijk, het is niet van de gebruiken in een westerse maatschappij. En om een bereidschat te krijgen. Daar kan misbruik van worden gemaakt. Je had een vraag, broer. Dat was precies destijds ook. Destijds geloofde zij ook. Dat Isa, God was, of zoon is van God. Het waren geen gelovigen. De kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Allah ta'ala heeft ze kuffar benoemd. Degene die in de drie eenheid geloven. Er zijn er heel veel verzen. Dat duidt dat Allah subhanahu wa ta'ala hun als ongelovigen heeft bestempeld. En dat hij hun afgoderij afkeurt. Dus dat was ook bekend. Zij gelooft niet. Ze is geen christen, ze is geen joods, maar ze gelooft dat er wel een God is. Dat is ieder mens op aarde. Gelooft dat er een God is, dat er iets is wat machtig is. Ieder mens wel. Zelfs de atheïsten, die geloven diep in hun hart dat er iets is. Die geloven dat. Alleen op een of andere manier. En die willen ze het niet toegeven. En vaak is het koppigheid of andere redenen. Allah alam.